Met zo'n schep ging Staatsbosbeheer vanaf 1910 bomen planten op de Schelling. Een jaar geleden keek je tegen een groene muur aan. En door een klein stukje bos weg te halen heb je een enorm effect op het landschap en kun je weer kilometers ver kijken. Dit is de zogenaamde Lange Streep en een van de zoekgebieden voor een potentiële locatie voor een golfbaan. Je zit hier op een gebied waar allerlei tegenstrijdige belangen elkaar raken. Maar als jij nou zoiets koopt hier, hè, denken ze dan niet van, Haantjes die wil dat je wel een bungalowpark of zo, of een camping? De kunst is om een evenwicht te vinden in dat spanningsveld tussen natuur en recreatie. Waar doe je het ene en waar kan het andere?